Dames en heren, op 29 augustus 2012 trok de orkaan Isaac over de streek van New Orleans. Precies 7 jaar na Katrina. Een van onze bevriende muzikanten, Louis Ford, was een van de slachtoffers. Zijn huis is onbewoonbaar, zijn inboedel is hij verloren en is de ergste van al, hij is zijn instrument ook verloren. Onder het motto, vrienden helpen elkaar, muzikanten helpen elkaar, hebben wij daarvoor een benefietconcert in elkaar gestoken. Ik had een dankwoordje voorbereid, maar Louis Ford heeft mij vandaag nog een bericht gestuurd en ik denk dat het beter is om dat voor te lezen. Hello Yoga, dat is uiteraard in het Engels. What you all are doing for me is a godsend. You are truly angels. Knowing that I am blessed with great friends like you all gives me hope that someday I will see the light on the other side of the tunnel. The question is, when? The progress, or should I say, lack of, is depressing. What is hurting me the most is staring at my horns, molding away. I try to think of the goodness of people like you. All that gives me strength. From the bottom of my heart, I thank you. The Mardi Gras event, the Locust Jazz Group, the sponsors, and all the people supporting this concert. Ik denk dat we dat niet beter zouden kunnen. En wij hebben ook nog te bedanken Koen Baart. Die heeft dus van Louis Ford een cartoon gemaakt. En dat zal uiteraard aan Louis Ford meegedaan worden in april als wij volgend jaar terug naar New Orleans reizen. Goed, de Mardi Gras Jazz Band. Dames en heren, eindelijk nog eens oude stijl in de Locust Jazz Group met de Mardi Gras Jazz Band. Dank u.
Thank you.
white table. So cold, so sweet, so bad. Let her go, let her go. God bless her. Find a sweet man just like me. When I die, bury me in straight lace shoes and a black box suit. Yes, double breasted. Put a $20 gold piece on my watch chain. Yes, so the boys will know that I die. Standing back.
zdrowie. Aan de trompone, Papa Paul Callebaut. Thank you.
Dobrý balík na děta, nový pohled. Van Baak, wel een zeer gelukkig man. Nog even aanbrengen en ik krijg nog wel een visnummer.